wij zijn bezig met de voorbereiding voor jouw verjaardag. Zeker. We gaan nu brieven uitprinten bij Wesley. Om aan de buren te geven als ze niet open doen. Want we gaan langs de deuren om alvast aan te geven dat er geluidsoverlast komt. Dat zeer aannemelijk is. Dat gaat gebeuren, ja. En mensen die niet thuis zijn, krijgen een brief. En we gaan daar ook oordopjes bij plakken. Ja, dat was een goede tip van Vincent. Goede tip van Vincent, leuk idee. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Dus we gaan nu uitprinten. En dan gaan we eventjes kijken waar we het allemaal in gaan doen. Oké, we hebben de printjes gemaakt. Printjes gemaakt en oordopjes bijgekocht. Yes. Die ben je er alvast op aan het plakken. Ja, thanks Vincent voor de tip. En onze gouden voor de buren. Ja. We kunnen helpen ze een beetje met... Met slapen. Met slapen dadelijk. Ja, dan hebben ze in ieder geval oordopjes meegekregen. Ja. Toch? Geweldig idee. Dus we gaan ze allemaal opplakken en zo meteen op de bus doen. Ja. Dus let's go. Let's go. Let's go, let's go. Er komen een aantal mensen die denken dat we een leuk feestje gaan organiseren. We kunnen ook gewoon. We hebben eigenlijk ik denk dat we eigenlijk alleen maar dit nodig hebben. Ja, mag ik ook komen? Ja. Ja hoor, kom ook maar. Bier zat in ieder geval. Heeft dit Sammy? Jawel. Oké. We hebben nog geen goed geluid op de telefoon, hè? Nee, niet op met onze telefoon. Nee, niet op de telefoon. Maar we gaan dus een spandoek maken. Die gaan we ophangen voor mijn verjaardag aan de bovenkant. Van het huis. En op de spandoek komt een excuus, of beter gezegd, een sorry voor alle uren. Ja, voor het overlast dat we... Wat aannemelijk is. Wat we gaan maken. Ja. Omdat we gaan natuurlijk in de tuin doen. Of we gaan meer om de verjaardag in de tuin vieren. Ja. Geluid gaat omhoog. Geen idee links, rechts, achter hoe de wind staat. Geen idee hoe hard het is. Ja. Maar één ding is zeker, dat het waarschijnlijk hard gaat zijn. Ja, en het is gewoon leuk om te maken. Toch? Ja, dus we gaan een excuusbrief maken op een doek. Op ons voorgevel van het huis hangen. Van het achtergevel. Dat ook iedereen alvast onderzoek geven. En dat was wat. Ja. Kan lachen.